met dames doen we hier het Titanic moment. Dus als je dan DiCaprio wilt voelen, dan kan dat dan. Meneer De Wever, goedemiddag in uw eigen stad en met iets moois wat in het verschiet staat over water, over uw stad eigenlijk. Ja, een 12-delige fictiereeks over water, een reeks die gast speelt in de stad, maar ook in de haven. En dat is wel uniek dat we ook de haven mooi in beeld kunnen krijgen. Wij als stad ondersteunen dat, omdat natuurlijk een reeks die in de stad zich afspeelt bekeken wordt in binnenland, maar ook in het nabije buitenland. En dat is voor onze toeristische aantrekkingskracht wel erg belangrijk. Ja, dus onmiddellijk op de vraag een ja direct? En onmiddellijk ja, nu niet. We hebben dat uiteraard bekeken. We hebben een filmcel die zoiets professioneel afweegt. En die toch ook het groen licht heeft gegeven om te zeggen, we kunnen hier logistiek en financiële ondersteuning aanbieden, omdat het een hoge kwalitatieve reeks is, die bijvoorbeeld al in Duitsland verkocht is en waarvan men zelfs al uitkijkt naar een tweede reeks, nog voor het eerste beeld is opgenomen. Dus dat noopt ons toch wel tot optimisme. Ja, u bent er zelf, dus het is belangrijk. Ja, het is zeker een belangrijk moment. Een reeks die door heel veel mensen wordt bekeken, ik zeg het ook eens in het nabije buitenland, het is voor een stad van groot belang. Ja, we staan hier op een enorm mooie plek in Antwerpen. U bent daar fier op, wellicht? Wel, de stad biedt een mooie mix van historische architectuur in de stad en ook moderne architectuur, bijvoorbeeld het nieuwe havenhuis. En is dus voor filmmakers wel een interessante locatie, omdat je op een compacte omgeving heel veel leuke sites hebt. En natuurlijk een van de belangrijkste havens van de wereld, ook wel wat locaties biedt waar je een en ander mee kan doen. Oké, bedankt meneer Wever. Meneer Leenaerts, goedemiddag in Antwerpen. Dag. Goedemiddag. Ja, we staan hier op een oneindig mooie plek in Antwerpen. Heeft zo zijn reden, hè? Want u kent dat. Ik ben van Antwerpen, dus en als Antwerpenaar sta ik hier nog met veel meer trots. We staan in het havenhuis met een ongelooflijk zicht op de haven en de stad om de voorstelling te doen van een nieuwe fictiereeks en die heet Over Water. Ja, en we staan hier te kijken over water. Kan u daar iets van kwijt van die fictiereeks? 10 afleveringen, een hoofdpersonage, een voormalig televisievedette die aan drank en gokken verslaafd was en die een nieuw leven probeert te beginnen in het import- en exportbedrijf van zijn schoonvader hier aan de haven. En we gaan zien hoe die man strijdt om niet toe te geven aan zijn verslaving, maar hoe harder hij daartegen strijdt, hoe harder hij ook in de haven terechtkomt en in aanraking komt met dingen die verslaving kunnen stimuleren. Hoor ik een beetje drama in de reeks? Ik denk dat er wat drama in de reeks zit, ja. Hoe lang werkt de mens daaraan? Ik heb er met Paul Baten Gronda. Ik denk dat we in totaal 2 jaar toch al mee bezig zijn. En nu nog filmen en dan nog monteren. Dus een fictiereeks moet je altijd rekenen van idee tot televisie, dat dat toch 3 jaar duurt. Is dat constant aan het werken met pauzes tussen? Of niet? Ik heb ondertussen ook nog andere dingen gedaan. Maar dat is op zich niet slecht, vind ik, als je aan het schrijven bent, om de af en toe eens te laten liggen en rusten en dan met een fris hoofd terug te kijken. Ja, u staat met enkele bekende namen in die reeks. Ook speciaal gekozen voor mensen die minder naam hebben, maar daarom niet minder goed? Nee, eigenlijk hebben we gekozen voor de beste. En dat zijn niet noodzakelijk de populairste. Was dat een moeilijke zoektocht? Nee, als je af en toe eens naar theater gaat en eens rondkijkt, dan komen er wel nieuwe mensen tegen. Theater, zegt u? Komen er mensen uit die wereld dan? Ja, de meeste komen uit theater. Hè. Er zijn erbij die nog niet veel fictie hebben gedaan. Zoals Evgenia, denk ik, dat nog niet veel fictie heeft gedaan, maar fantastische actrice. Blij mee dus. Heel blij met de cast. Heel blij dat alle mensen van wie we gedroomd hadden dat ze zouden willen meedoen, dat die ook echt meedoen. Ja. Geen Schalkse Ruiters vandaag, hè? Geen Schalkse Ruiters. Ziet u de pauw nog trouwens? Ik heb zaterdag en zondag bij hem nog aan zee geweest dit weekend. Ja. Dus... Zo lang gaat u al mee eigenlijk, hè? Ja, ja. Dat klinkt als een compliment, maar ik zou het ook als een belediging willen beschouwen. Schalkse Ruiters is nu juist 20 jaar geleden was Schalkse Ruiters. Ja. Dat is heel lang. In theaterwereld, muziekwereld, tv-wereld, is al lang. Ja, in die wereld is er eigenlijk lang, hè. Ja. Ik laat u nog genieten van de dag. En antenne is 2018, dacht ik? Ja, eind 2018, begin 2019. Dank meneer Leenaerts. Dag Kevin. Goedemiddag in Antwerpen. Mooie locatie hier, hè? Absoluut. Je hebt zicht op de Schelde en de haven. Prachtig, prachtige locatie. Het weer valt ook heel goed mee, dus... Zeer mooi uitzicht. Perfect. Voor TV1 alweer? Waarom die keuze voor jou? Ik weet het niet. Ik kreeg de telefoon van Tom Leenaerts of ik eens mee wou koffie drinken. En hij sprak over het project, hij sprak over de rol. En ik was, dat is gevaarlijk, hè? Koffie drinken met Leenaerts. Ja, nee, dat valt heel goed mee eigenlijk. En ja. Hij heeft mij dan de scenario's doorgestuurd.
En ik moet eerlijk zeggen, het is heel lang geleden dat ik zoiets goed had gelezen. Het was echt, ik heb zo... Ik zat eigenlijk in het vliegtuig, ik kwam terug van Vietnam en ik heb zo eigenlijk alle 10 afleveringen Rinkanien uitgelezen. Het is heel spannend, prachtige karakters, zeer goed verhaal. Dus, ja, u zei direct, hier ga ik aan meedoen. Ja, absoluut. Ja. Onmiddellijk. Ja. Wat maakt het zo spannend in je ogen, zonder veel details kwijt te geven? Ik denk dat het een heel origineel verhaal is. Ik denk dat er alles in zit. Er zit humor in, er zit drama in, er zit thriller aspecten in. Heel origineel opgebouwd. En vooral de karakters zijn zeer goed uitgeschreven, zeer goed bewerkt. En ook de rest van de cast, alle rollen zijn op een zeer goede manier ingevuld. Dus ik denk dat het wel een heel mooi project kan worden. Ja, ik sprak met Tom en Tom zegt tegen mij, ik heb de meeste mensen gaan halen in de theaterwereld. Dus de mensen naast jou komen uit het theater meestal. Wist u dat, bij voorbaat? Ja, want ik heb met al die mensen al samengespeeld en ik kom zelf ook uit het theater. Ik heb 4 jaar in het toneelhuis gezeten, dus ja, kijk, mij niet vreemd. U heeft er ervaring mee. Ja, het is, Jan de Wisplaar is een van mijn beste vrienden, dus we hebben heel veel vaak op theater samen gestaan. Dus het zijn allemaal mensen die ik ken. Niet allemaal, de jonge mensen ken ik niet zo goed, maar dat is een moment om elkaar beter te leren kennen. Ja. Dus. Wie is de strafste naam erbij, volgens u? De strafste naam? Maar hier, als actrice of acteur? Ja. Ik denk dat iedereen aan elkaar gelijk. Ik denk dat het een fantastische groep is die hij heeft samengesteld en dat het wel vonken wil geven. Ja, het komt op Pantene 2018. Er is nog een eindje te gaan. Ja. Wat doet u nu momenteel, op dit moment? Allee, buiten bij mij is dat? Ja, we beginnen binnenkort met de opnames en daarnaast ben ik ook nog bezig met de opnames van een Nederlandse film tussendoor. En dan waarschijnlijk nog een andere Belgische reeks, Vlaamse reeks. Dus het wordt een drukke zomer. Wist werken met die Nederlanders? Heel fijn, heel leuk. Ja, ja. Is dat een verschil buiten hier werken? Nee, niet echt. Ze zijn meer opener, denk ik soms. Meen je dat meer dan directer? Ja, ja, maar een heel groot verschil is er. Ja. Oké, okay. Kan je laten genieten? Dank je wel. Nathalie, goedemiddag in Antwerpen. Goedemiddag. Ja, u staat hier niet zomaar, hè? Het is een nieuwe fictieserie. Oké. Okay. Geschreven door Tom Leenaerts en Paul Bategronde. En voilà, Over Water heet het, waarin ik een van de rollen speel. Ja, hoe komt Tom bij u terecht? Kennen jullie elkaar van vroeger? Wij hebben samengewerkt met Man en Macht. Oké. Okay. Een fictieserie, ondertussen wel jaren geleden. En voilà, ik was heel blij met Tom op de telefoon. Ik wil terug gaan meespelen. En ik heb nog, ik heb direct ja gezegd op het scenario, maar ik ben nog een andere serie aan het draaien, dus het moest nog even planningsgewijs combineerbaar zijn, maar dat is gelukt. Dus zij beginnen overmorgen en voor mij duurt het nog een maandje en dan... Ja, wat boeit er u zo in dat scenario? Ik vind het een heel gelaagd scenario. Het is, je voelt dat er met verschillende periodes aan gewerkt is. Het is complex in elkaar, alle personages zijn goed uitgewerkt, het zit echt in elkaar gedraaid. En dat vind ik wel plezant dat het mij verrast als ik het lees, dat ik dingen voel die ik niet had verwacht. Of dat ik denk, dat wil ik graag spelen. En, Uw personage, kan daar iets van kwijt? Ik speel de vrouw van John Beckers, gespeeld door Tom de Wisplaar. Dat vind ik ook heel fijn, ik heb nog nooit een Tom gedraaid. En dat is een aan lagerwal geraakte tv-quizmaster. Die, als de serie begint, halen wij... We hebben 2 kinderen samen, halen we hem uit de rehab. En dan begint... Veel mensen naast u, die komen uit het theater. U ook? Ik ook, ja. Ik ben kernlid van Compagnie de Koe. Theatergezelschap waar wij samen met Peter van den Ede, Willem de Wolf en ikzelf de kern van uitmaken. Dus theater en tv-films zijn altijd heel goed combineren. Maar het is, de combinatie is eigenlijk wel heel leuk. En voor de camera spelen en voor een live publiek. Die ervaring is totaal anders. Dus dat is eigenlijk op zich wel leuk. Maar de planning in theater ligt al veel langer vast dan de film. Dus dat is altijd een complexe puzzel. Ja, waar kunnen mensen uw kunst bewonderen buiten dit hier dan ook? Wij spelen in Berchem eigenlijk dit weekend. Onze trilogie bij Compagnie de Koe en in Gent nog en in de Boerla in Antwerpen 31 mei, 1 juni ook. Ja, Gent, weet u dat waar? In de Minaar. In de Minaar, Romain de Koning, theater met een ziel, een hart, geweldig, een verleden. Ja, geweldige zaal. Ja. Ja, Gent is altijd heel leuk om te spelen. Nathalie, heel verheugd dat ik u leren kennen. Bedankt voor dit kort gesprekje en succes met alles wat u doet. Dankjewel.